Goedemorgen, Jos. Goedemorgen deze morgen, Edgar. Ik stond vanmorgen net op de tramhalte. Jezus, ja. Kom ik een vriend van me tegen. Oh, ja, ja. Die staat op de tramhalte met een pinguïn. Een pinguïn? Ja, jezus. Zeg je tegen die vriend van me, die pinguïn, die moet je mee naar Arthurs nemen. Ja, tuurlijk. Zegt hij, daar ben ik al geweest, maar daar vond hij niks aan. Jezus, ja. Dat is natuurlijk niet echt waar. Ja. Zo. Wat heb jij erop? Nou, eens even kijken. Hey, leverworst. God, wat heb ik nou zeg? Anchovies. Oh. Inktvisringetjes. Zo, dat is bijzonder. Nou, die zijn zeker in de winkel al gerinkt. Ja, dat ze kunnen volgen, weet je wel. Chocoladepasta. Nou, nog een beetje... Aan de slag. Nou, het is weer hou veel ze. Soeps. Ja? Een ja. Uitwisseling. Moet je nou eens kijken, Edgar. Zeg. Wat ze me nou weer meegegeven heeft. Druiven, ik zie het. Druiven? Ja. Nou, voor mij is het zo... alleen als er een etiket op staat en oogst 1986 gebotteld. Ja. Dan drink ik hem er volop. Ik zeg altijd maar... Rio nee kun je krijgen, Rio ja heb je. Toedeledokie! Toedeledokie! Edgar? Ja? Is heel gek misschien, maar... ik zag net iets heel raars. Nou, vertel op... Volgens mij heb je twee verschillende schoenen aan. Wat zeg je me nou, twee man? Verschillende schoenen? Ach, nee. Echt waar? Dat kan niet. Laat eens kijken. 1 april. Oh. Yes. Zeg, zullen we even bij de directie... Denk jij wat ik denk? Ja, let op. Kom op. Even kijken, de directie, dat is 6... Ja, let op. Zo. Ja, verbinding. Neem jij hem, joh? Nee, neem ben je gek gewoon gaan zeggen? Neem hem zelf. Ja, nee. Nee, ik doe het niet. Nee. Wat? Ik doe het niet. Jij bent een man, neem nou. Nee. Jij wist toch een leuke grap? Ja, Gigi. Hallo, met de directie? Er is wat aan de hand met uw wagen. Jezus. Toen u hem ging, ging parkeren. Oh. Ja. Ja. De wielen draaiden. 1 april. Wacht eens even. Wat? Voordat juffrouw Jannie binnenkomt. Ja. Ik heb een hele roeie. Wacht even. Ze komt er zo aan. Wat? Het wordt lachen, jongen. Oh, wacht even. Dan ga ik ondertussen. Hé, hey, Edgar. Ja, ga door, ga door. Kijk, let op. Zelfklevende aan twee kanten dubbele kit. Je weet wel. Jezus. Oh, man. Die blijft hier tot Sint-Juttemus vastzitten. In ieder geval tot aan de volgende april. Oh, kom op. Dan komt ze al aan. Ga zitten, man. Net doen of je niks weet. Nee. We zijn heel erg aan het werk. Ene pil, juffrouw Jan. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen, deze morgen, juffrouw Jannie. Zo die hele deur, zeg. Het is vandaag roombotermelange
met koffie. Zo, nou, dat is lekker. Dat is een hele geestige melange, juffrouw Jannie. Heerlijk. Hé, wacht even. Zo lekker bakkie lustig. Wat? Voordat storm binnenkomt. Het is goddomme, hij komt altijd precies om 6 minuten voor 10:30. Oeh. Ik weet de wacht even. Ja, kom op. Er wordt lachen, jongens. Wacht even. Ja. Zet hem goed, Edgar. Zo. Wacht even. Wacht even. Zo, dit op de rit staan. Ja. Nou, eens kijken. Wacht. Hij is altijd stipt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hé, hey, toch blijkbaar een beetje... Ja, jong, dan krijg je hem voor. Yes. En je bril, sorry. Had jij hem even aan hij je was rug? Wel leuk. Ja, zo dat hele ding om, zeg. Is bijna mijn hele middenvoetsbeentje verbrijzeld. Ja, lach je. Maar je bent wat gewend, hoor. Oh ja? Ja, jongen, bij de commando's, jongen, daar word je op hardheid getest. Ja. Oh ja, is het zo? Bij de commando's, jongen, dat was, was voor ons altijd een soort sport. Het is gewoon kinderspullen, wat jullie doen. Oh ja? Ja, begrijp het wel. 1 april grapjes maken, hè, juffrouw Jannie? Wat wij hebben gedaan in de tijd bij de commando's. Nou. Dat was, die heette Klaas vaak de ongelukkige. Oh. En die ronkte elke nacht ronkte die tot 4 uur door. En je moest om 3 uur al op. Ja, ik lach je nou om. Ja, het kan. Zou jij eens mee moeten maken? Ja, maar ik geloof niet. Ik geloof niet. Toen hebben ze dat hele bed van en dat hebben we opgetild om 2 uur s'nachts. 20 graden vroeren toen. En zo in een vijver gezet, de volgende ochtend konden ze zijn tenen amputeren. Jezus. Dat is pas lachen. Jezus. Dat is pas lachen. Nou, dat is allemaal in een laboratorium aangetoond dat als je je tenen niet hoeft te verliezen, dat je gewoon in je mond moest stoppen. Maar dat wist die jongen niet, ja. Als jij je vinger afsnijdt, moet je meteen in je mond stoppen. En dan kunnen ze hem in het ziekenhuis nog aannaaien. Ja, dat zijn allemaal wetenswaardigheden. Ja, dat weet ik niet. Zo. Ja, haal het maar uit de muur, moet hij gedacht hebben. Ik weet wel, toen was het 29 maart. Zo? Weet je wel? 29 maart, weet je wel. Dan zetten ze je op een dwaalspoor. Weet je wel, maar dat is toch behoorlijk dicht tegen de 1 april aan, dacht ik zo. Ja, zo. Dus ik zit voor de televisie en er is de trekking van de staatsloterij. Weet je? Oh. En er komt ineens, verschijnt zo'n cijfer op het beeld. En ik kijk op mijn lot, 25.000 gulden. Ik kijk op mijn lot. Zo. Ik denk, nou, dat is precies hetzelfde cijfer wat ik op mijn lot heb. Maar ja, het was dicht tegen 1 april. Dus ik denk, toedeloe, weet je wel. Nou, daar hadden ze niet voor terug, hoor. Ik heb mooi niet gereageerd, jongen. Lachen, jongen. 1 april, ja, dag. Weet je wel. Dat is zo goed, hè. Dat ze allemaal doen op het journaal of in de krant. Ja. Dan maken ze altijd zo'n soort 1 april grap van die of die komt daar en die komt dan helemaal niet. Nee. Toen stond er in de krant, bij ons in het park vlakbij waar we wonen, gratis geld uitdelen. Er wordt gratis geld uitgedeeld. Nou, wij met een mannetje of 6 op het balkon staan, want ik had het natuurlijk al lang door. Jongen, en het pleurde van de regen, jongen, stond ze daar eens verzopen katten zo met de handen te kijken van waar dat geld dan kwam. Dat kwam helemaal niet. Dat kwam helemaal niet, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Schappelijk zin. Dat is wel een leuke. Dat was... Zeg, Joos, heb jij die ineens niet heel erg koud? Ik begin het een beetje koud te krijgen. Een beetje bibberig. Ja, het is jammer dat dat elektrische kacheltje het niet meer doet. Maar het roert zijn staart en april doet van bril. Ja, dat heb je met die watjes, hè, als jullie. Waarschijnlijk nooit een gedegen opleiding gehad. Storm, dat kacheltje dat het niet doet. Welk kacheltje? Dat kacheltje erachter, dat is jammer. Dat kacheltje? Ja. Goh, wat leuk zeg, dat is een oude wiepertje.
Een wippertje? Ja, die gebruikten ze in de oorlog, hè, die wippertjes. Toen noemen ze dat toen, ja. Die konden dan zonder... zonder snoer functioneerden die dingen ook heel goed. Dan moest je moest hem eigenlijk aanblazen. Hè? Dan ging je achter kooltjes in als hij het verdomde. Zo. En als hij het deed, dan kon je hem dus aanfietsen. Want het was gelijk geschakeld met de energiebron van een fiets. Dus je kon er 230, 240 op zetten. Wacht even, hoor. Nou, dan moet hij achter. Nou, wacht even. Storm heeft er verstand van, ik geloof ik. Geen maar eens even rustig. Kijk maar eens goed, Storm. Want... Heb je nog een schroefdraaier gezet? Eens even rustig sleutelen, joh. Er iets aan kan, nee. Mm-hmm. Er iets aan kan, nee. Dan moet je gewoon gelijk schakelen. Hey. Hier achter. Eén, kar. Twee. Drie. Go! Lekker, man. Storm, hoe vond je hem? Ik vond hem goed. Goed, hé. Dan kunnen we de bammetjes ook verbloosteren. Hé, wat leuk, hé. Hoe vond je hem? Ja, maar je bent wat gewend. Als je bij de commando's hebt gezeten, 5000 vond is nog niks voor me. Nee, dat geloof ik best. Oh ja, daar herinner ik me ineens, juffrouw Jannie. Jongens, weet je wel dat ik... nog tegen juffrouw Jannie moest zeggen dat ze bij de directie moest komen, weet je? Ja. Ja. Ja, je moet bij de directie komen, bij de want directie. Het schijnt dat er met arbeidsverschuivingen en met de vakbond, niet opgenomen ATV-dagen. ATV-dagen en alles, dingen. Dat de salaris voor de secretaresses die gaan met 100% omhoog. Ja. Ja, dus je moet u even naar de directie. Vanochtend gehoord. Echt waar? Ja. Toch niet waar, meneer. Ja. Meneer Edgar. Met 100%. God, nou echt waar? Dat heeft u vanochtend gehoord? Ja. Zelf gehoord? God, nou god, wat is dat? Nou, kom er nou toch goed uit, zeg. Ja, ik ben al maanden aan het sparen, want ik wou toch... in de paasvakantie had ik bedacht dat we dan toch eindelijk eens keer met ons drieën gezellig... Nou, ergens gaan picknicken of wat ook. En dat we gewoon gezellig op een kleed. En had ik al wijn, ben ik al mee aanbetalen. En spullen en dingen gekocht en zo. En dat, we dan, dat het er dan toch ook nog eens echt van mag komen. Ja. Hé, meneer Storm? Ja, dat is leuk, juffrouw. Dat is toch, dat is een geschenk uit de hemel. Echt waar. Misschien moet u maar eens even bij de directie gaan vragen. Nou, dat ga ik gelijk maar doen. Van 100% wanneer dat ingaat. Dan kan ik gelijk een lijst maken van wat of dat ik me allemaal mee moet nemen voor de picknick, meneer Storm. Zo is dat. God, wat een verrassing, zeg. Ik had nooit gedacht dat er nog één zou zitten. Nee. Echt waar niet. Zeg je van Jannie? Ja, meneer Jos. Wat voor dag is het vandaag? Ja, dat spreekt vanzelf. 1 april. 1 april. Een slag, hè? Ja, dat is een slagje. Ja. Ach ja. En zo heb ik ook nog een hele goede. Toen. Heb ik ook nog een hele goede mop. Die heb ik geleerd toen ik op de meisjesschool zat bij de nonnen. Gaan jullie allemaal even voor één keertje maar. Ja. Hè? Allemaal op een rijtje hier zo staan. Op een rijtje? Ja, oké. Nou, natuurlijk. Nee, dat is echt waar. Nee, het is gewoon echt hartstikke geinig. Op een rijtje. Ja. Op een rijtje staan. Gewoon zo, handen uit de zakken, gewoon een beetje zo staan. Ja. Zijn er klaar voor? Ja, maar ik zijn er klaar voor. Oké, dan gaat ie. Pam! April. Okay. 1 april. 1 april. Goed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lunch en dan wegwezen. Schiet op! Ja, juffrouw, dat was goed. Dank u.